Het grootste kwaad van de economie is de zwevende wisselkoers. Dit zei Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVAXUR, tijdens een vanmorgen gehouden persconferentie. Deze persconferentie was bedoeld om een duidelijk beeld te geven over het standpunt van de vakbonden over de huidige economische situatie. Zunder is van mening dat de regering moet zorgen voor een ombuiging in het beleid. De inflatie waarmee de samenleving regelmatig wordt geconfronteerd, kan nimmer de schuld zijn van de vakbonden, zoals door velen wordt beweerd, meent de woordvoerder. De afgelopen maanden zie je dus dat een aantal mensen en ook een paar economen zeggen van we moeten uitkijken met loonsverhogingen. Want we kunnen een loonsprijsspiraal kunnen we aan de gang brengen. Wij van de vakbeweging zeggen, je kan, wanneer je praat over inflatie in Suriname, kan je de vinger niet wijzen naar de vakbeweging. Omdat de vakbeweging steeds heeft gematigd. De vakbeweging heeft niet gezegd van, de inflatie is 60%, wij willen 75% hebben. Dus een reële verhoging van 15%. Nee, we hebben steeds gematigd. Het probleem van de economie is veroorzaakt door het overheidsbeleid. Door de devaluaties in de eerste plaats en het onvermogen om de inflatie te temperen. Zunder zegt dat het bedrijfsleven als gevolg van de continuerende prijsverhogingen ook genoodzaakt is deze door te voeren naar de samenleving. De woordvoerder meent dat de voltooiing van het herstelplan van de regering vaag is. Wat is er eigenlijk van dat herstelplan uitgevoerd? Is het 20%? Is het 30%? Het is zeker geen 70%. Dus hoe moeten we verder? En daar willen wij dus ook een input in geven. Om de belangen van die brokkelmans te kunnen blijven beschermen. Dus nogmaals, resumerend. Ik hoop dus dat we dus nu toch wel duidelijk zijn met een... het standpunt van de vakbeweging. Het gaat er dus niet alleen maar om een sociaal vangnet, dat een beetje te laat komt, maar dus bedoeld is voor de onderste lagen van de samenleving. Maar wij vertegenwoordigen de brokkelmans. Zunder geeft te kennen dat het standpunt van de vakbonden is om de inflatie onder de 10% te houden. Er moet beleid komen zodat het inkomen van de werknemers niet te veel achteruit gaat in deze crisisperiode, meent Zunder.